Hallo allemaal, dit is een nieuw filmpje Venus in weegschaal. Fijn dat jullie weer kijken. Ik heb hieronder een linkje gedeeld. Op dat linkje kan je geboortedatum, je geboorteplaats en je geboortetijd ingeven. Als je geboortetijd niet weet, dan is dat niet erg. Dan geef je aan unknown. En dan wordt jouw astrologische chart wordt dan berekend. En op die manier weet je dus wat het sterrenbeeld is in Venus. Ik heb hier een voorbeeldje daarvan. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dit is een chart, zoals ze dat noemen in het Amerikaans. Je hebt hier je zonneteken. De zon is zeg maar jouw sterrenbeeld. En dan hebben we hier bij Venus bijvoorbeeld de zonneteken van deze persoon is de steenbok. En hier bij Venus, dat is vissen. Dus voor deze persoon moet hij dus naar het filmpje van de vissen kijken. Het is heel erg handig, zeker als je geïnteresseerd bent in astrologie. Je noordnode staat erop, je ascendanten, etc. Dus, dus ga even naar die site, dan kan je dus zien of dit filmpje voor jou is. Dit filmpje is in ieder geval Venus in weegschaal. Ik wil allereerst alle mensen bedanken voor de vele likes, jullie warme berichten. En ook natuurlijk voor jullie massale steun. Steun op mijn kanaal, middels alle abonnees. Maar ook natuurlijk steun middels de donaties en de aanvragen van privé-readingen. Nieuwkomers, van harte welkom. Kijk even of het met je resoneert. Het is vaak zo dat als je je abonneert, dan zit jouw energie in het kanaal. En dan resoneren de readings beter. En steeds meer en meer. Bovendien hoef je dan ook niet meer iets te missen van het kanaal, want je krijgt automatisch een berichtje wanneer ik iets online zet. Nog even dit. Ik heb de opstelling is iets anders en ja, je ziet mijn gezicht in beeld met mijn naam. Dit is niet omdat ik zo'n enorm ego heb. want als ik graag met mijn gezicht in beeld kon, dan had ik dat al veel eerder gedaan. En dat doe ik bewust niet, want het gaat niet om mij. Het gaat om de readings, het gaat om de lezingen, het gaat om de berichten. Ik ben hier voor jullie. Ik wil jullie graag adviezen geven. Ik wil jullie inzichten geven wat er allemaal komt, waar je allemaal aan kan werken. En het gaat helemaal niet om mij. Maar helaas is het zo dat als je groeit, en daar ben ik jullie enorm dankbaar voor, kan dat ook een keerzijde hebben. Er zijn mensen die mijn filmpjes rippen. En die doen daar vervolgens een voice-over. En dan doen ze in een andere taal, brengen ze dat filmpje naar buiten als zijnde dat dat hun filmpje is. En die vragen er ook geld voor, et cetera. En Spirit wees mij daarop, want ik wist dat niet. En die gaven mij aan van, om dat te voorkomen, laat in alle tijden jouw gezicht dan in beeld zien met jouw naam. Dan kunnen ze jouw filmpjes niet meer rippen. Ik ga bewust niet met mijn gezicht in beeld, omdat ik mijn energie wil bewaren. Ik doe heel veel channelen, dus daar gaat al genoeg energie in om. Bovendien is het ook zo dat ik om persoonlijke reden uit beeld blijf. Ook omdat ik nu in een bepaalde groeifase zit, transformatie, waarbij ik al mijn energie voor mezelf moet behouden en gebruiken. Dus vandaar dat ik even voor deze oplossing heb gekozen. Toch mijn gezicht in beeld met mijn naam. Ik hoop dat het je niet te veel stoort. Maar ik hoop dat je begrip hebt voor de situatie. Het is natuurlijk heel erg jammer als er mensen opgelicht worden door mensen die zeggen dat ze een reading. Dat je bij hen een reading kunt aanvragen. Terwijl ze de kennis helemaal niet in huis hebben. En dat ze het filmpje gewoon elders van YouTube hebben geplukt en geript. Dus bij deze. We gaan gauw beginnen. Ik begin met Wisdom of the Oracle. Deze kaart wilde er al uitkomen. Spirits, angels, archangels, ancestors. Wat zijn de berichten voor Venus in weegschaal? Venus in weegschaal. Wat mag ik doorgeven van de kijkers? Ja, dat is erg te veel, hè, spirits. En ze willen toch dat ik ze allemaal neem. Oké, dan moet ik dat doen.
Oké, nou, als eerste hebben wij Time to Go. Dus je moet vertrekken, nummer 9, bijna voltooiing van de cyclus. Je moet vertrekken uit een bepaalde situatie, dat kan van alles zijn, maar we hebben het over Venus, de planeet Venus. Ja, soms krijg ik zoveel doorgechanneld, dan wil ik maar babbelen, 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 ga ik steeds sneller praten en struikel ik echt over mijn tong. Dus ik zal proberen wat rustiger te praten, maar spirits, alsjeblieft, dan ook wat rustiger de informatie doorgeven. Dit komt heel erg snel over en binnen. Het is tijd om te gaan. Normaliter zou ik zeggen, ja, dat kan op allerlei gebied van toepassing zijn. Maar in dit geval krijg ik echt door dat het op liefdesgebied is. Het is tijd om te gaan. Het kan goed zijn dat je in een relatie zit, in een huwelijk of in een connectie. En helaas moet je die verlaten, want je wilt van 9 naar 10, je wil verder groeien. En anders dan bereik jij die deur daar niet. En die deur, dat is die deur waar jij doorheen moet om die transformatie door te gaan. Er komen heel veel veranderingen op je af en daardoor kan je heel goed in het hoofd gaan zitten, je zorgen gaan maken, heel veel nadenken. Niet doen, je moet met je beide benen op de grond weer komen. Dus door die veranderingen, nummer 32, maak 5, ga jij dus zweven. Je zit op het ei, niet meer met je voet op de grond. En om weer te gronden en met beide benen op de grond te komen te staan, bovendien ook weer terug in evenwicht, hè, connectie te maken met moeder aarde, vraagt men en heeft men het advies om meer in het hier en nu te zijn. Ja, omdat je dus aan het transformeren bent, wordt er heel veel van jouw flexibiliteit gevraagd. Ook weer, dit is kaart nummer 10, dus bijna die voltooiing. Wat ik zeg, die transformatie, kijk maar haar gezicht. Je ziet hier echt die planten en die bloemen die uit haar hoofd aan het schieten zijn. Ja, pijnlijke transformatie. Misschien ook wel pijnlijk omdat het tijd is voor jou om te vertrekken uit je huidige situatie. Maar alleen dan kan je daadwerkelijk doorgroeien. En in de huidige situatie wordt jouw groei belemmerd. Poised, nummer 48. Dat maakt 12. 12 maakt 3. Ja, je komt steeds meer in contact met het goddelijke, spirits. En omdat je steeds meer met hen in contact staat, ben je ook bereid steeds meer en meer je intuïtie te volgen, je hart te volgen en de sprong in het diepe te maken. En de laatste kaart hebben we community nummer 8. Ja, je werkt keihard om jouw community te dienen, om mensen te helpen, misschien ook wel, misschien heb je wel een soort samenleving, misschien gelijkgezindheid, ben je aangesloten bij mensen of groepen, waarbij je, soort sangha's bijvoorbeeld, of mensen met wie je wekelijks op Zoom of waar dan ook samenkomt om te mediteren. Of op allerlei andere manieren spiritualiteit uit te oefenen. Of hoe dan ook. Dus ja, je bent hier heel erg met je groei bezig. Misschien ook wel dat je op spiritueel gebied heel veel aan het leren bent. Misschien wel opleidingen. En daardoor groei jij en groei jij. Je bent heel flexibel, maar het is wel tijd om te vertrekken uit een oude situatie. Want jouw groei, je bent eruit gegroeid, dus je moet echt verder. Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors. Mag ik wat verklarende kaarten? Dit is de Earth Magic Oracle kaarten. Spirits, mag ik een kaartje op Time to Go? Time to Go.
mag ik een kaart op Here and Now. Here and Now. Mag ik een kaart op Flexibility. Flexible. Ik kan niet meer uitspreken. Flexible. Een kaart op Poised. Dank u. En een kaartje op Community. Een kaartje op Community. Oké, dank u. Nou, op die It's Time to Go. Ja, je bent dusdanig gegroeid in je spiritualiteit. Dat, dat je je eigen weg mag gaan. En in de huidige situatie kan jij niet verder groeien op spiritualiteit. Ja, het heeft ook met een transformatie te maken. Je moet echt jouw eigen weg hierin vinden. Waarom transformatie? Kijk, je ziet hier die slang. Je bent aan het transformeren. Misschien doe je wel energiewerk. Ik zie dat zij beide handen op dit kristal leggen. Kristal en energiewerk. Dat wordt jou ingegeven door spirits. En men geeft aan om die transformatie, om die groei verder door te zetten. Moet jij vooruit. Bij Here and Now, dus de veranderingen, hè, dus uit de gedachten gaan, uit het hoofd, en meer gronden. Ja, ze zeggen ook, dan kunnen de fairies, de feeën van de aarde jou helpen daarbij, om uit het hoofd te komen, om je te gronden. En zij willen jou daarbij ondersteunen. Bij flexibiliteit heb ik de vulkaan. Ja, je hebt heel veel uitbarstingen gehad. Misschien heel erg emotioneel of af en toe dat je zomaar er wat uitvloept. Dat komt, ja, dat is heel normaal. Emoties die op zijn kop staan, jezelf niet meer terugherkennen. Dat is heel normaal in een transformatiefase. Daar moet je gewoon doorheen. Bij Poised, hè, dus dat je één bent met Spirit, komt de shaman naar boven. Dus het kan goed zijn dat je ook in nauw contact staat met jouw ancestors, met jouw voorouderen. Waarbij zij heel veel healing geven en wijsheid. Het kan goed zijn dat jouw voorouderen shamanen zijn en dat zij jou de weg wijzen door... in contact met jou te staan en jou ja, die kant op manoeuvreren waar jij naartoe moet. Waar jouw soul contract ligt, wat je moet gaan doen. Community, ja, daar waar je mee bezighoudt. Dus misschien dat je volgers hebt, dat je net als ik een kanaal hebt, of dat je misschien wat cursussen volgt. Op spiritualiteit, dat jouw community is, of dat je een sangha hebt. Dat geeft jou heel veel inspiratie, heel veel passie. Daar kan jij je ei kwijt en dat heb jij nou juist ook nodig, die passie, die inspiratie, om, ja, daar krijg je energie van. En dat geeft jou kracht om nog verder door te breken in jouw, zowel jouw healing als jouw wijsheid. Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors, mogen wij weten op liefdesgebied voor Venus in Weegschaal. Dit gaat allemaal over persoonlijke groei. Wat mogen wij weten over liefdesgebied voor de Venus in Weegschaal? Ja, je krijgt heel veel door. Misschien dat je buiten dat je goed in contact staat met spirit, dat je misschien ook telepathisch contact hebt met divine. Misschien wel met een soulmate, met een twin. Dit is in ieder geval de viskaart. Kan zijn dat je misschien
contact hebt met iemand die sterrenbeeld vis heeft, of dat je zelf heel erg intuïtief bent. Het kan ook zijn dat je natuurlijk vis in je ascendant hebt, maar dat hoeft niet. Door je intuïtie te volgen, ben je met de 7 van munten ben je, aan het groeien. Heb je je zaadjes geplant en ben je nu wachten op de oost. Dus wat het gaat brengen. Dit brengt jou heel veel kracht, stabiliteit. Dit is ook wel de boogschuttenkaart. Ja, je leert als het ware ook heel veel bijzondere gaven, talenten met elkaar te mixen. En dat jou dan eigen te maken en daar jouw persoonlijke touch aan toe te voegen. Omdat je dus intuïtief bezig bent en aan het wachten bent op die vruchten en ook die groei aan het doormaken bent. Moet ik dat zeggen, dat is die groei, maar je wacht nu ook echt op de resultaten. Met de 3 van staven wacht je echt op die resultaten van al dat werk wat jij erin geïnvesteerd hebt. En soms geeft dat enorme twijfels met de 5 van staven. Twijfels over of je het wel goed doet, of je het wel kunt. Maar aan de andere kant geeft het je ook heel veel voldoening, tevredenheid, gelukzaligheid, passie. En Spirit zegt van, dit is jouw destiny, dit is jouw pad waar je op zit. Dus ga zo verder. Dit brengt jou ook enorm veel stabiliteit als je dit doorzet. Dus ga vooral door met deze groei. Durf ook open en eerlijk te spreken over spiritualiteit. Wees daar niet bang voor. Schaam je niet. Al jouw kennis mag je delen. Zodat je ook anderen kan verlichten. Zodat je ook anderen het pad kunt wijzen die daarvoor openstaan. Ga ook vooral veel samenwerken, krachten bundelen. Dat kan ook enorm veel helpen. Het kan goed zijn dat je een aanbod van iemand hebt gehad in de liefde. Maar dat je dat hebt afgewezen of dat je dat gaat afwijzen omdat je zoiets hebt van nee, ik moet mijn pad volgen. Dus ik wil geen liefde op dit moment in mijn leven. Want je hebt je helemaal vastgeklampt aan je spiritualiteit. Toch is het zo dat het je soms ook een beetje wakker houdt. Of je wel de juiste keuzes maakt. Of je niet toch voor de liefde moet gaan, ja of nee. Jij wil heel graag. En soms omdat je te veel wil. En dat je ja, hè, alles waar te voor zet, dat wordt geforceerd. Dus daardoor blokkeer je jezelf. Laat het gewoon natuurlijk komen. En daardoor ga je ook heel veel... heel veel nadenken. Jezelf heel moeilijk maken. Je ziet misschien ook dat je kan kiezen uit verschillende talenten. En ook dat maakt het misschien moeilijk. Want je vindt alles leuk. Maar je moet toch gaan kiezen wat voor jou het beste is. En omdat je daarin vastloopt, gaat Spirit jou een handje helpen. Die brengt de toren. Dus die gaat jou uit het impasse halen. En die brengt een soulmate in je leven. Iemand die jou gaat ondersteunen, gaat helpen. Iemand waarbij jij de passie terugvindt. Je hebt voorheen heb je heel veel spijt gehad van bepaalde keuzes of situaties. Het kan ook zijn dat deze soulmate spijt heeft van bepaalde keuzes die hij of zij gemaakt heeft ten opzichte van jullie connectie. Maar deze persoon wordt wel op jouw pad gebracht. Dus ik heb zelf het gevoel met die 5 van bekers, dat we hier te maken hebben met iemand die je al kent, die terugkeert in je leven. Het kan ook natuurlijk zijn dat dit een heel nieuw persoon is, maar dat je elkaar kent uit vorige levens.
Deze persoon die wil terug in balans met jou qua connectie. Ik vind het heel erg belangrijk, want ze hebben echt heel veel spijt. Ze zijn spiritueel met jou connected. Het kan ook zijn dat ze toen uit jouw leven zijn verdwenen omdat zij nog in een connectie zaten. Misschien zelfs wel in een huwelijk. Of jij zit nog in een huwelijk, dat kan ook. Maar ik krijg door dat zij nog in een connectie zaten. En dat zij daar met jou open en eerlijk over willen communiceren. En zo rust willen brengen in, bij jou. Maar ook bij hen zelf, omdat zij heel erg hiervan wakker hebben gelegen. Al een heel poosje. Ze willen als het ware die last weghalen bij zowel jou als bij deze persoon zelf. Daarvoor hebben ze enorme kracht nodig en moed om jou dit te vertellen. Maar zij weten dat ze dit moeten doen, want deze connectie moet transformeren. Dat voelen zij, dat krijgen ze intuïtief door. Zij weten dat ze niet eerlijk geweest zijn tegen je en ze willen nu dus de boel klaren. Ze gaan ook eerlijk toegeven dat ze twijfels hadden en waardoor zij dus toen niet voor de volle 100% voor je kozen. Maar uiteindelijk willen ze nu een eerlijk gegeven nemen met de 6 van munten. Oké, okay. Dus ja, op het spiritueel gebied doe je het dus heel goed. Mag je zo vooral doorgaan. Maar laat deze persoon wel toe. Want Spirit zegt dat dit destiny is, hè, met het wiel. Het is uiteindelijk de bedoeling dat deze persoon jou gaat helpen op jouw spirituele pad. En dat jullie gaan samenwerken. En dus staat daarvoor open. Ook dingen die gebeurd zijn, pijnen die veroorzaakt zijn. Ik zie die 7 van zwaarden, maar ook die 10 van staven. Sta hiervoor open, ondanks de slapeloze nachten die ik hier ziet met de 9 van zwaarden. Maar ook de twijfels met de 2 van munten en de 7 van bekers. Spirit zegt echt van laat deze persoon toe, geef die persoon een kans, want deze keer wil deze persoon er echt voor gaan. En ook voor jouw pad moeten jullie gaan samenwerken, dus sta hier voor open. Dat is zeg maar het verhaal. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Ik zal nog eventjes de sterrenbeelden noemen. Ik zie hier heel sterk de vis, ik zie die boogschutter, ik zie de leeuw. Ik zie de schorpioen, ik zie nog een keer de leeuw, ik zie weer de schorpioen, ik zie de stier, ik zie, ja, dat is wat ik zie. Dus dat zijn eventjes in hoofdlijnen de sterrenbeelden. Die kan jij in je sterrenbeeld, maar ook in je ascendant hebben of jouw de persoon met wie je in connectie komt staan, dus die persoon die weer terugkomt in jouw leven of die jou veel pijn en verdriet heeft gedaan in vorige levens. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. Heel mooi dat je bezig bent met lichtwerk. Dat hebben allemaal we kunnen meer mensen van jou gebruiken, want we moeten natuurlijk met z'n allen richting een andere dimensie. Niet iedereen is verlicht. En er zullen nog heel veel mensen die kant op moeten. Dus aan lichtwerkers, die kunnen we, iedere lichtwerker is er één. Kunnen we heel goed gebruiken in ondersteuning. Heel fijn dat je dit doet. En ook heel fijn dat je gaat samenwerken. Als je krachten gaat bundelen, dan kan je nog steviger in je schoenen staan en dan kan je nog in, nog sterker naar buiten komen en innovatiever gaan werken. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Tot de volgende keer. Heel veel liefde en licht. Namaste.